stoppen weer met het programma Suriname Anders Bekeken. Na de uitzending van vorige week hebben we heel veel reacties gehad van mensen die het bandje willen hebben. Mensen die zeggen van laat dat vaker zien, laat vaker beelden over Suriname zien. En positieve beelden. En dat laten we nu dus weer zien. En hoe meer reacties we krijgen, hoe meer we kunnen doen. We roepen ook hierbij op, mensen op om bandjes in te leveren met positieve beelden over Suriname. Zodat we die ook uit kunnen zenden. Tegen goede bandjes, bandjes met mooie beelden, staat er een kleine vergoeding. Nou, we kijken hier nu naar een familielid van mij. Woont in Coroni. Heeft jarenlang in Nederland gewoond. Heeft maar besloten terug te gaan naar Suriname. Om te kijken wat hij kan doen voor Suriname. Wat is die hier nu precies aan doen? Ik zie dat hij allerlei streepjes maakt in zijn huid. Maar waar is dat eigenlijk voor? Ik heb dat nooit in Nederland gezien. Dat is de huid van een vis. Hij doet dat op een vis met heel veel praten. En hij snijdt dat door. Zodat als die vis straks gebakken is, zijn die graten ook goed knapperig meegebakken en klein. En dan kan je ze gewoon opeten, want anders zou het heel lastig zijn om steeds graten uit die vis te halen. En nu zien wij een soort boom die mij ook ontgaat. Ja, nou je zag net een zuurzakboom met twee zuurzakken eraan. Zuurzak is een hele lekkere vrucht. Je kan hem zo van de boom eten, maar je kan hem ook met melk en ijs, suiker klaarmaken. Heeft hij nou ook nog medicinale kwaliteiten, deze vrucht? Dat zou ik niet weten. Er wordt gezegd van wel, dat wordt bijna van alle vruchten gezegd, dus van die ook. Ze zeggen ook dat die potentie verhogend is. Nou ja, goed. Dan, is dat al nodig? Nou, een heleboel hebben dat denk ik nodig. Want we praten tegenwoordig heel veel over Viagra. We kunnen heel veel lezen erover. Nou, of je nou zo'n vrucht kan eten of zo'n pil moet slikken. Nou, de keuze is aan degene die het nodig heeft. Is de Viagra ook al in Suriname doorgedrongen, denk je? Een heleboel kennen hem nog niet. Maar ja, ze hebben er wel van gehoord. Maar misschien zijn er mensen die hem gebruiken en het niet zeggen. Nou, we kijken nu tegen een perceel aan die achter is gelaten door mensen die nu in Nederland wonen. Ja, wat ik begrijp is dat al die mensen die naar Nederland zijn gekomen, die hadden vaak een stuk land, een perceel, hè, met een huis erop. En dat staat daar nu als verlaten, als een soort spookstad lijkt het wel. Ja, je moet je voorstellen, vroeger hadden mensen heel veel kinderen. Dus gezinnen waren met 5, 6 kinderen. Sommigen hadden er zelfs 11 en 12. En ja, langzamerhand zijn ze naar Nederland gegaan. En ja, van wie is het nou? Want het was van pa en ma. En dan zou je dat dus moeten verdelen of je moet het verkopen. En dan geld verdelen dus de mensen later ontvangen. En komen alleen terug tijdens vakanties of een aantal keren per jaar? Ja, sommige mensen bouwen gewoon een huis daar. Die hebben dan een perceel voor zichzelf gekocht. In plaats van die waar pa en ma hebben gewoond, waar ze opgegroeid zijn, bouwen ze een huis en dan gaan ze tijdens vakanties daarin wonen. En ze gaan dan ieder jaar naar Suriname en niet naar andere landen. Deze kinderen zijn de vaste bewoners van Suriname. Wat gebeurt hier? Want dit heeft een, nogal een betekenis, hè? Ja, nou, we zagen net mijn familielid die terug is gegaan naar Suriname na een paar jaar. En hij houdt zich hiermee bezig om wat voor de jeugd te doen. Hier is hij bezig met dus voetbaltraining. De beginselen van het voetbal een beetje bij te brengen. Want ze zijn allemaal handig met een bal. Ze kunnen de bal heel lang hoog houden. En allerlei trucjes uithalen met die bal. Maar echt het voetbalspel zit er niet echt in. En dat probeert hij dus hier te doen. En daar moet je dus echt heel veel geduld voor hebben. Ja, hij heeft hier heel wat talenten al uitgehaald voor Coroni Boys. Is dat nou zijn broodwinning ook? Ja, ook. En hij houdt zich ook bezig met planten van ja, groentes en vruchten, vissen. Dit ziet eruit als een smakelijk hapje voor deze aap. Wat doet hij hier precies? Ja, het is ochtend. Hij geeft hier zijn aap te eten. En deze aap eet kikkers. En hij demonstreerde aan mij hoe gierig die aap was.
doordat die aap heeft daar een kikker in zijn hand. Maar toch pakt hij nog een tweede erbij om die ook nog op te eten. Het kleinere wordt altijd opgegeten door het grotere, lijkt wel. Ja, het is altijd zo geweest, denk ik. Of je moet het niet lusten. Nog eventjes, ik zag deze meneer had een hele bijzondere hoed op. Is dat een Rastafa of veel haar? Wat heeft het een religieuze betekenis? Ja, dat heeft het. Maar ja, die vissen die je daar net zag, dat noemen ze dus de Kutais. Dat zijn vissen die dus hun ogen op hun kop hebben zitten. Dat moest ik even erbij zeggen. En die hoed die die meneer daar op had. Daar zitten dreadlocks onder. Echt hele lange dreadlocks. Die komen tot op zijn billen. En ja, om het niet vuil te laten worden, stopt hij het onder een muts. Waarom heeft hij van die lange dreadlocks? Nou, hij vindt het mooi. Hij vindt het makkelijk. En hij is een Rastaman. En wat is een Rastaman? Even voor kijkers van Nederlandse afkomst of... Mensen die niet weten wat deze... Want het is een religie, hè? Ja, het is geen religie. Het is een filosofie. Ja, daar zou ik eigenlijk meer tijd moeten hebben om dat uit te leggen. Maar ik zal het kort proberen uit te leggen. Als je nu naar de geschiedenis kijkt zoals die geschreven is... en vooral de Nederlandse geschiedenis... dan is alles over de slavernij en over zeg maar, de zwarte geschiedenis... is uit de geschiedenisboeken gelaten. Nou, vanuit die Rasta-filosofie wordt er gezegd van... probeer dat stukje gewoon weer naar boven te halen... en gewoon je roots te achterhalen. Waar kom je eigenlijk vandaan? En de geschiedenisboeken van Nederland die schrijven ja, vaak over... Willem van Oranje of over allerlei goede dingen die Nederland heeft, Piet Hein, hoe zijn daar de grootbenden en dat soort dingen. Maar niet over het stukje wat Nederland daar in het Caribisch gebied en in Afrika heeft gedaan. En Rasta-filosofie zegt van oké, zwarte mensen, ga terug naar je roots, probeer te achterhalen waar je vandaan komt, want dat is belangrijk. Want als je niet weet wie je bent, dan ben je altijd verloren. Ik weet wie je bent en waar je vandaan komt, dan ben je eigenlijk altijd verloren. En dan ben je verplicht de identiteit van anderen aan te nemen, want ja, die van jezelf ben je gewoon kwijt. Behalve dat we allemaal mens zijn, natuurlijk. Precies, maar we zijn niet altijd allemaal als mens behandeld. En daar begint eigenlijk de filosofie. Dit is een... onbewerkt land, ligt dit bij een oceaan, ligt het bij de zee, want zo ziet het er een beetje uit. Het is eigenlijk de Atlantische Oceaan. Het is een stukje, dit zou strand moeten zijn, maar doordat het ja, niet goed onderhouden is of niet goed afgebakend is, water en land, kan je er niet echt een mooi strand van maken. Maar ja, ze doen het best, hun best om het water gewoon tegen te houden. That's all. Maar je zou eigenlijk een heel mooi strand daarvan kunnen maken. Maar het is ook jammer. Nederland, Suriname is onafhankelijk geworden. En Nederlanders staan bekend in de wereld als de beste wegenbouwers, waterbouw enzovoort. Maar in Suriname zie je dat niet terug. Er zijn ook Surinamers die zeggen, ja, Nederland heeft Suriname gewoon als een afgedankte plantage achtergelaten. En dat zou je wel zeggen als je naar sommige dingen kijkt. Want waarom moeten ze zo ploeteren zoals je daar net zag met een tractor? Om toch het water tegen te houden. Je zou zeggen, Nederland heeft daar honderden jaren gezeten. Dus zouden best wel dit soort dingen kunnen maken. Zoals die bruggen die Suriname nu zelf bouwt, had Nederland gewoon moeten bouwen. Maar goed, het is niet gebeurd. Ze hebben Suriname afgeschreven met 3 miljard gulden. Je kan het slimmigheid noemen. En misschien een beetje dommigheid van de Surinamers die dat hebben geaccepteerd. Waarin ligt nou de exploitatie, denk jij? Van die bruggen? Nee, van de Nederlanders die Suriname hebben bewoond, gekoloniseerd. Wat is nou geëxploiteerd volgens jou? Nou, suiker, hout, banaan. Ik kan uren doorgaan. Stenen, mensen, vooral dat. Dat is het meest pijnlijke van alles. Vooral mensen.
Ik zou een heleboel dingen op kunnen noemen, maar ik denk dat een van de belangrijkste toch mensen zijn. Denk je dat daar nog de meeste weerstand en kwaadheid ligt bij Surinamers? Nou, ik denk dat Surinamers daar eigenlijk van af willen. Ja, wat ik geloof, ze willen er eigenlijk van af. Maar het gaat om een stukje excuus. Ja? Bied een keertje je excuses aan van, hey, het was fout, we zijn verkeerd geweest. Zoals vergiffenis wordt gevraagd van de Japanners, van mensen. Bied je excuses aan, die troostmeisjes en dat zo wil Suriname dat ook. Ja, van bied je excuus aan en doe er wat aan, zodat we gewoon goed in harmonie met elkaar verder kunnen leven. Want zoals de relatie Nederland-Suriname nu is, is het ook waardeloos. Nederland die houdt vinger op de knip. Er komt geen cent meer uit richting Suriname. Er wordt zelfs gezegd door de minister van Buitenlandse Zaken. Suriname heeft geen prioriteit op dit moment. Ja, en terwijl dat land gewoon hele grote economische problemen heeft. En dat komt gewoon door de centen. En wat doet Suriname nu? Ze oriënteren zich op andere landen nu. Zoals China, Brazilië, Amerika. Om te proberen daar wat vandaan te halen. Terwijl ik denk dat het gewoon van Nederland af zal komen. De band Nederland-Suriname, dat kan je niet meer wegpoetsen. Dat zal altijd blijven. We wonen hier zo'n beetje zo'n 250.000 tot 300.000 Surinamers. Nou, dat is wel een flink hap. Als je zegt dat er ongeveer 600.000 Surinamers op de wereld zijn. Even een persoonlijke vraag. Hoeveel Surinamers werken er en hoeveel Surinamers zijn er uitkeringsgerechtigden? Nou, ik zou je daar geen exact antwoord op kunnen geven. Wat ik wel weet is dat Surinamers vaak in de baantjes zitten zoals de banenpoelers, met alle respect. Het geeft mensen toch de gelegenheid om mee te kunnen doen in het arbeidsproces. Of het is een opstapje voor een heleboel mensen. Maar het feit dat ze echt zwaar vertegenwoordigd zijn in die groep geeft aan dat ze gewoon moeilijk aan werk komen. Maar aan exact aantallen kan ik niet met me voeren. Maar dat kan ik misschien in een ander programma doen, maar dan moet ik een beetje onderzoek aan doen. We zijn nog steeds bij de Atlantische Oceaan? Nee, we zijn nu in Nikeri. En Nikeri noemen ze ook wel de rijstschuur van Suriname, zo niet van de wereld. En ja, de bewoners daar zijn voornamelijk Hindustanen, dat is de grootste groep daar. En die maken ze ook wel de dienst uit daar. Je ziet, ze hebben een cultuur meegenomen uit India en ja, die beleven ze daar. Hier vlakbij is een plek waar ze lijken verbranden, maar voordat ze dat doen, komen ze dus daar naartoe. Hoe is dat in jullie cultuur, de Surinaamse cultuur? Hoe worden mensen begraven? Worden mensen verbrand? Doordat je zoveel culturen hebt daar, de oorspronkelijke bewoners, ze noemen ze inheems of Indianen, hoe je zo verder ook noemen wil, of hoe ze zelf genoemd willen worden. Je hebt de Javanen, dat zijn over het algemeen mensen uit Indonesië. Je hebt de Afrikaanse Surinamer, de Hindustan, de Chinezen, en die doen het allemaal op hun eigen manier. De Hindustan die verbrandt meestal zijn lijken. Nou, de Afrikaanse Surinamer die begraaft. En we hebben daar ook beelden van die we in de toekomst ook willen laten zien hoe dat eraan toe gaat. Best wel swingend, het lijkt een beetje Amerikaans. En zo zie je dat er gelijkenissen zijn tussen de Afrikaanse Amerikaan en de Afrikaanse Surinamer. Dit is zo'n plaats, hè? Zo'n verbrandingsplaat? Ja, hier worden dus lijken verbrand. En ja, ik zoomde net in op een bordje daar, dus toen schoonhouden. En als je dit dan zo ziet, dan wordt er niet echt naar het bordje gekeken. Hoe komt dat nou toch? Dat mensen aan de ene kant dat erboven zetten en je kijkt er naar zo'n omgeving en dan is het een puinhoop. Is dat nou pure onverschilligheid? Wat is dat toch? Ja, het is. Ik denk dat het verantwoordelijkheid is van de mensen die ervoor moeten zorgen dat het er goed blijft uitzien, dat het schoon gehouden wordt. Wat dat betreft
ja, je kan niet echt veel meer aan de overheid overlaten, omdat het kost veel cent. En we weten allemaal, ja, Suriname, de Surinaamse overheid heeft geen geld. Want ze waren toch echt afhankelijk van het Nederlandse geld. En dat komt niet meer. Dus moet je andere bronnen aanboren. En zolang je dat niet hebt gedaan, ja, dan kan je niks. En dat zie je ook, want zulke plekken zouden schoongehouden moeten worden. Dat is gewoon een vuilnisdienst of hoe je dat ook verder noemen wil. Ja, nou, dat ben ik, het spijt me, maar dat ben ik toch niet met je eens, moet ik je eerlijk zeggen. Want ik vind dat mensen eigenlijk, of we nou hier zijn of in een ander land, ik vind dat mensen altijd de verantwoordelijkheid moeten nemen om hun leefruimte samen schoon te houden. Jawel. Ja, tuurlijk, dat ben ik met je eens, maar zodra het een verplichting wordt voor mensen om dat iedere keer te doen, en vooral als het iedere keer dezelfde zijn die het zullen doen, ja, dan houden ze er al gauw mee op en dan zeggen ze van ja, geef mij portie maar aan Vicky. Ja, maar dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van hun gebied, ja, dat ben ik met je eens, maar hoe lang blijf je doorgaan door het alleen te doen en dat iedereen staat te kijken hoe jij het doet? Ja, straks sta je bekend als de schoonmaker van de buurt. En daarom blijft het vaak liggen. Ja, we kijken nu naar Paramaribo Zoo, dierentuin van Suriname. Zo, wat leuke beelden ervan. Groot is zo'n zoo. Het ziet er toch gekooid uit, moet ik je zeggen. Eigenlijk zijn alle zoos een beetje hetzelfde. Kleine kooien voor de dieren. En ik vind het toch altijd treurig om naar te kijken. Ja, dat is overal ter wereld. Zodra je mensen of dieren in gevangenschap laat leven, ja, dan kan je het zielig vinden, maar het is een bezienswaardigheid. Slapen, kijk, het zijn mooie beesten. En hoe wil je anders zulke dieren zien dan in een dierentuin? Want als je dat in de natuur moet doen, ja, dan moet je soms ook rennen voor je leven. Ja, maar ik heb er toch nog steeds moeite mee. Ik begrijp dat het zo langzamerhand neerkomt op preservatie, dus het behouden van de natuur. En dat er bijna geen wilde dieren meer over zijn en dat we ze daardoor sowieso al in dierentuinen moeten stoppen. Hè, om ze te kunnen laten, want er is bijna geen ruimte meer voor de meeste dieren. Hè, we hebben het meeste ruimte hebben we ingenomen. Maar toch, het roept bij mij toch altijd een triest gevoel op. Ja, het is een triest gevoel, maar sommige dieren, op dit moment is het beter om sommige dieren gewoon in gevangenschap te laten leven, omdat ze dan ook beschermd zijn. Want dieren eten elkaar ook op. En daarom zou je ze soms gevangen moeten worden, totdat ze gewoon weer zichzelf gewoon weer vermenigvuldigen. Hoe groot is zo'n dierentuin nu? Nou, ik denk dat die net zo groot is als Artes, alleen misschien met minder dieren en minder poespas eromheen. Want Artes heeft toch heel veel, heeft ook een museum met skeletten van dieren enzovoorts. Hier zien we gewoon een vrije aap, ja, zie ik. Ja, die is een beetje tam beest. Maar Suriname heeft zelf ook een heleboel dieren. Kijk, hier in Nederland, in Artes, zijn dieren die hier niet vandaan komen. Maar in Suriname heb je dan dieren die gewoon leven. Leven gewoon in Suriname. En soms kan dat heel mooi in harmonie met elkaar. Over harmonie gesproken. Ja. Daar heb je een Surinaamse praasrosso. En dit nog steeds een stuk van de zoo? Ongeverfd. Nee, dit is weer een stukje dichtbij. Dit noemen ze een praasosso. Dat is een huis. Ongeverfd, ja, huis met meerdere op huis. Ja, er worden een paar kabels naartoe getrokken of stroom. En dit zit. Kijk, is mooi, hè? Maar dat kan allemaal in een land als Suriname. Kijk, je kunt niet voorstellen dat je zo'n huis in Nederland neerzet. Vorig jaar had je dove gemoeden. Maar wel gezellig, hoor. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de weersomstandigheden. Precies, en daarom kan je soms niet voorstellen dat mensen, ja, een huis en haard achterlaten om in Nederland te komen wonen. Maar het zullen wel die drie factoren zijn.
vakantie. Tropische landen. Dat doet me een beetje denken aan Zuid-Afrika, waar ik afgelopen maart ben geweest. En een desastreuze toestand heb gezien, tenminste in het, op het platteland. Waarin iedereen ook in bouwvallige, kapotte huizen wonen. En geen geld hadden om dat te maken, zoals hier. Wat, daar zo'n schip kapot. En ik vind het jammer dat je dat best wel veel ziet in Suriname. Dingen die kapot zijn gegaan en niemand doet er verder mee wat aan. Blijft daar rot weg. Misschien als je over 10 jaar komt, staat het er nog. Is dat wat ik me toch steeds afvraag? Want ik bedoel, ik ben zelf een persoon, en dat geldt waarschijnlijk voor jou ook, dat als er dingen kapot aan het gaan zijn, of als er iets gedaan moet worden in de omgeving of in een huis, dan op een gegeven moment pak je die hamer, of dan ruim je het op, of dan zaag je het kapot. Er komt een moment dat je op een gegeven moment de dingen aan moet pakken.
En het geeft toch een beetje een desperaat gevoel. Als mensen hun omgeving waarin ze wonen niet meer aan willen pakken. Nou, het is geen kwestie van niet willen. Ik denk dat het soms een kwestie van niet kunnen is. Bijvoorbeeld zo'n schip. Ik geef dat dan als voorbeeld. Nou, wat ontbreekt daar? Onderdelen. Nou, dan moet je die laten komen uit Nederland of uit een ander land. Maar het geld is daar niet voor. Dus ja, laat je het soms wat is. Je zoekt een alternatief. En als je die hebt gevonden en het functioneert, ja, dan laat je het al gauw voor wat is. Want je hebt niet het geld om zelf je eigen dingen op te knappen. Dus maak je heel veel gebruik van alternatieven. Ja, maar kijk, wat ik nou... Kijk, zelfs als je geen onderdelen kunt kopen, dan op een gegeven moment dan haal je van iets, dan gebruik je van iets wat nog te gebruiken valt. En de rest maak je klein tot op een schroothoop. Je ruimt het op, je pakt het in en dan is het klaar. Begrijp je wat ik bedoel? Dus als je een schip zo laat zich en volkomen weg laat rotten, dan gebruik je niet wat bruikbaar is. He, als er hout gebruikt kan worden om te branden, om te stoken, dan doe je dat. Als er een motor nog gebruikt kan worden die gemaakt kan worden eventueel, maar dan blijft het netjes. Maar nu zie ik dat de dingen gewoon staan, wegrotten en niemand kijkt er meer naar om. Men maakt het niet klein, men maakt het niet compact, men laat het voor wat het is. Begrijp je wat ik zeg? Ik begrijp heel goed wat je zegt. Maar net wat ik zeg, het gaat puur om onderdelen, hulp om dingen te doen. Want je kan je voorstellen, zo'n schip of een auto, daar zou je toch met meer mensen wat aan moeten doen. En op het moment dat je hulp nodig hebt en hulp is er niet, ja, dan ga je naar alternatieven zoeken. En als eenmaal een alternatief werkt, dan hebben de mensen daar gauw de neiging om zich te berusten dan in die situatie van, nou, laat dat dan maar, het komt wel.